NEC speelde vorige week een redelijke wedstrijd in de eigen Goffert tegen Sparta. Toch wist het opnieuw niet te winnen. Met de 1-1 in de benen begon trainer Jack de Gier aan de voorbereiding op de volgende horde. Nou, ik denk RKC uit. Misschien in het uiterste ten opzichte van Sparta thuis. Hoe ga je die wedstrijd in weten dat het een hele andere wedstrijd is die misschien wat minder spannend is op papier? Ja, alle wedstrijden zijn spannend volgens mij. We hebben de wedstrijd weer voorbereid zoals we altijd doen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om nou echt een overwinning te boeken, omdat je dan een beetje een soort stijgende lijn krijgt, een beetje een vastigheid in het team. Hoe gaat het proberen tegen zo'n team als RKC? Nou, we hebben uiteraard willen resultaat halen en wij kijken elke week wat we beter kunnen doen. En tegen Sparta zijn er een aantal dingen flink verbeterd. En dat willen we dan ook weer vasthouden richting de wedstrijd van RKC. Het is meer om spelers houvast te bieden, vastigheid en ik zeg altijd stabiliteit in je speelwijze. Dan naar de selectie. Dijkstra heeft een vijfde gele kaart opgelopen tegen Sparta, dus die zal er niet bij zijn. Joppe is uitgevallen, geblesseerd. Kan hij spelen? Guus is niet fit genoeg om te spelen, nee. Logischerwijs dan laat Sani op rechtsback. En dan de Dijkstra moet de plek nog invullen. Je hebt Atje maar niet op het middenveld gezet, dus dat is geen optie. Over opstellingen praat ik nooit. Dat zien we morgen wel in Waalwijk. De spelers weten wie er speelt en wie er niet speelt. Dus dat is het belangrijkste. Dan de RKC, wat is dat voor een team? Voetballende ploeg. Met een trainer die van voetbal houdt, die ik goed ken. En nog niet het aantal punten wat ze eigenlijk zouden moeten hebben. En een paar keer in de beker gestunt. Natuurlijk tegen PSV uitgewonnen. Uiteraard analyseren we de tegenpartij. Maar moeten we zelf top zijn om die wedstrijd te kunnen winnen. Dus de kunstgras was de vorige jaren leek dat een beetje een probleem. Dit seizoen lijkt het eigenlijk wel mee te vallen bij jullie op kunstgras. Ja, dit seizoen hebben we weer andere problemen gehad. Dus ik ben daar totaal niet mee bezig. We hebben deze week op kunstgras getraind. En volgens mij moeten spelers in de huidige tijd gewoon op beide matten kunnen spelen. Tenminste in Nederland wel. Helaas wel, ja. Ja, je vindt het natuurlijk geen hele fijne ontwikkeling. Oh nee, dat maakt mij niks uit. Totaal niet. Het gaat mij om wat de spelers vinden en wat we allemaal in Nederland vinden. Kijk, mijn voorkeur gaat uit naar gras. Nou, gelukkig spelen wij thuis op gras. Ja, en voor de rest moet je gewoon omgaan met de omstandigheden. Als we ergens moeten spelen waar kunstgras ligt, dan moet je daar doorheen bijten en dan moet je gewoon spelen. RKC NEC, vrijdagavond om 8 uur in Waalwijk, is 2 keer 45 minuten live te beluisteren via RN7.